opereren kinderen aan het hart die dus een aangeboren hartafwijking hebben. En het doel is om de bloedsomloop weer zodanig te veranderen dat die eigenlijk zoveel mogelijk lijkt op een gewone bloedsomloop. En dat doen we bij voorkeur in één operatie. We werken in de spits van 3D beeldvorming. Met behulp van deze beelden kunnen wij kinderen al vanaf 700 gram behandelen. Als je nagaat dat sommige kinderen bijvoorbeeld met een leukemie wel 40 keer onder narcose moeten, dat zij dan naar een ander ziekenhuis zouden moeten, betekent dat ze continu aan het reizen zijn naar andere ziekenhuizen met kinderen die kanker hebben. Daarom is het voor ons ook zo van belang dat de kinderhartchirurgie blijft. Het is iets heel intens om bij een kind met een aangeboren hartafwijking waar ze soms niet mee kunnen leven, om dat met een operatie te kunnen veranderen. En dat vind ik nog steeds fascinerend en doe ik heel erg graag.